Welkom bij deze aflevering van Jimmy Altijd Televisie. Leuk dat je kijkt. We hebben een hartstikke leuke aflevering. We hebben live beelden van Deus. We hebben Beer on Pet. We hebben een interview met de Guillemots. En video's. Blood Red Shoes, Good Things End. En Portishead, die weer helemaal terug zijn met een nieuw album. Uiteraard krijg je straks nog de uitslag van de prijsvragen te horen. Maar nu eerst het nieuws. Axl Rose, de frontman van Guns N' Roses, heeft zijn album Chinese Democracy eindelijk af, zo schijnt het. Alleen schijnen er wat problemen te zijn over geld. Het album heeft namelijk zoveel geld gekost, $13 miljoen, dat het label niet helemaal bereid is om de bedrag neer te gaan tellen voor dat album. En dus blijft het nog steeds wachten op die lang verwachte langspeler. Duffy. De zangeres is niet meer weg te denken uit het huidige muzieklandschap. Ze heeft inmiddels meer dan 1 miljoen platen verkocht, wat een hele hoop is. Zeker als je bedenkt dat het album nog niet eens uit is in Amerika. Ze heeft een gouden plaat overhandigd gekregen in Nederland bij Rijman is Laat, dus meer dan 30.000 van verkocht. En hopelijk staat ze wel wat steviger in haar schoenen dan haar concurrenten Amy Winehouse en kan ze goed omgaan met dit succes. Verder, The Automatic. De band is weer terug. Althans, zo schijnt het, want een van de bandleden heeft zichzelf een beetje voorbijgesproken en heeft de titel van het nieuwe album aangekondigd. Het gaat heten This Is A Fix en het is hoog tijd, want het is alweer 2 jaar sinds hun vorige album is uitgekomen. Laten we dan nu gaan kijken naar de video's van deze week. En om te beginnen, hier zijn Blood Red Shoes. Ja, en dat was Portishead met hun nieuwe videoclip. En dan is het nu tijd voor de prijsvraag van deze week en natuurlijk de uitslag van die prijs van vorige week. Vorige week kon je winnen een heel mooi prijspakket van Macbeth, Meet and Greet met Angels and Airwaves, etc. De winnaars ga ik zo bekendmaken, maar nu eerst de prijsvraag van deze week. Je kunt gaan winnen 2 vinyl edities van het album van Bullet for My Valentine. Ik haal het voor me. Het is een hartstikke mooie uitgave, exclusief. En die kun je gaan winnen. Het enige wat je dus moet beantwoorden is de vraag. En deze week luidt die: onder welke naam is Bullet for My Valentine opgericht? De originele naam. Denk je te weten, ga naar de site en doe mee. Vorige week dus het Macbeth prijzenpakket. En de winnaars van de hoofdprijs zijn geworden. Tada! Indie Rocker en Lesar. Jullie hebben de hoofdprijs, een meet and greet en een Macbeth kledingpakket. En we hebben een troostprijs en dat is geworden Derek. Derek krijgt concertkaartjes en het album thuis gestuurd. Gefeliciteerd jongens, bedankt voor het meedoen. Laten we nu gaan kijken naar de livebeelden van Deus met reporter Paulien bij Motel Mosaïek. Enjoy it! Hey, dit is Pauline voor Jimmy Alt TV. We zijn vandaag in Rotterdam bij het Motel Mosaïek Festival. Het is een festival voor kunst, voor me, bovenal voor muziek. En alle mensen achter mij zijn hier voor het bemachtigen van een polsbandje voor Deus. Die treden vanavond op en er mogen een paar honderd mensen bij zijn. Maar voor degenen die daar niet bij kunnen zijn, niet getreurd, zijn er geweldige bands als Jamie Liddle, Beer on Pet en The Guillemots. Hi, we're Beer on Pet. Too hard, way too much, getting brighter still.
de must-see van vanavond? De must-see van vanavond is denk ik Trenten Willer om 11:30. Jamie Lydell, Goldfrapp. En wie gaan jullie nog meer vanavond kijken? Nou, we gaan flyeren bij Deus. Dus verder weten we nog niet. This is MC Lord McGraw. And he's the guitarist from Guillemots. And the girl over there is Arista. She's the bass player from Guillemots. So you said that the second album, Wet, is different from the first. In what way? With the first one, there is the whole orchestras and stuff, and then with the second one we didn't use much of it, you know. What would you prefer, playing in a venue, a sold out gig, or playing at a festival? It's quite a different thing, but I think I prefer a venue just because the sound is generally better inside. So, I mean, that's why we play music, so it sounds good, so probably a venue. Okay. En wat maakt dit festival nou zo bijzonder in vergelijking met bijvoorbeeld Lowlands of Pinkpop? Het is leuk in de stad, dus je hebt verschillende locaties, dus je bent echt in de stad. Ja, het zijn net weer wat andere bands dan op een gemiddeld festival en ja, toch wel veel unieke bands die je niet op andere plekken in Nederland ziet. He said, I want to tell myself from the pen. I'm gonna go home and shut up for a year. And when the year is over, I'll reappear and have a solution. Now, if these aspirations bother you, then you are just. Weet al zover als de registratie van Motel Mosaïek. Concert van Deus was echt geweldig. We hopen jullie genoten hebben van het interview, van de concerten. Hier gaat het feestje toch wel even door. Maar Jimmy Alter is er volgend jaar zeker weer bij. Bedankt voor het kijken. Jimmy. Bedankt Paulien voor deze fantastische reportage vanuit Motel Mosaïek. Volgende week zijn we weer bij jullie terug met onder andere een interview met Elbow en live beelden van Angels and Airwaves. Bedankt voor het kijken.